Als we denken aan de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan zien wij weerloze slachtoffers voor ons. En dat is ook niet zo gek, want tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 6 miljoen Joden vermoord in de Holocaust, ook al bekend als de Shoah. Toch hebben sommige Joden verzet geboden als partizanen of in de Joodse brigade. En dan waren er ook nog de Joodse parachutisten. Jawel, Joodse verzetstrijders die uit het mandaatgebied van Palestina kwamen en vrijwillig werden losgelaten boven Europa om met gevaar voor eigen leven verzet te bieden. Dit hier is het verhaal van de Joodse parachutisten. Veel mensen vragen zich af waarom de Joden geen collectief verzet hebben geboden tegen de nazi's. De historicus Benjamin Ginsberg schrijft hierover het volgende. Joods verzet tegen de nazi's moet worden gezien als een vorm van cumulatieve in plaats van collectieve actie. Dat wil zeggen, het Joodse verzet had nauwelijks centrale coördinatie of leiderschap. Het bestond uit een groot aantal ongelijksoortige groepen, individuen en organisaties op verschillende continenten die verschillende acties ondernamen, variërend van een partisanenoorlog tot nucleair onderzoek tegen de dreiging van het nazisme. De Joodse parachutisten waren afkomstig uit het mandaatgebied van Palestina. Palestina was eerst onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Het Ottomaanse Rijk werd verslagen tijdens de Eerste Wereldoorlog en viel uiteen. En het gebied van Palestina werd een mandaatgebied dat door de Britten werd bestuurd in naam van de Volkenbond. De Jewish Agency for Israel, Joodse agentschap voor Israël, was een organisatie die zich bezighield met het opzetten van een Joodse staat. Maar ook hielden zij zich bezig met mogelijk verzet bieden tegen de nazi's die een groot deel van Europa in bezit hadden. Ze kwamen met het idee om 1000 Joodse parachutisten los te laten boven bezet Europa. Die zouden dan verzet kunnen bieden tegen de Duitsers. Hoe ging dit dan in zijn werk? Er werden Joden geronseld die in het Britse leger dienden en ook leden van Joodse jeugdorganisaties. In augustus 1942 arriveerde een groep Joodse vrouwen uit Europa in Palestina en zij brachten gruwelverhalen met zich mee over het verschrikkelijke lot van de Joden in nazi-bezet Europa. Het Joodse agentschap zag dit als een uitgelezen kans, want deze Joden waren afkomstig uit Europa. Die kenden de plaatselijke taal, de geografie en de gebruiken en die zouden daarom ideaal kunnen ingezet worden als verzetstrijders die per parachute in de desbetreffende landen konden worden gedropt. Zij konden de organisatie van het Joods verzet in Europa op zich nemen en wellicht een opstand tegen de nazi's beginnen. Het duurde maanden voordat het idee van de grond kwam. De Britten waren aanvankelijk nogal aarzelend. Ze vreesden namelijk dat militair getrainde Joodse strijders eventueel verzet konden bieden na de oorlog tegen het Brits gezag in Palestina. En de Britten gingen akkoord, maar die wilden wel dat de parachutisten zich zouden focussen op het opzetten van communicatiekanalen en het sabotage plegen en het helpen van gecrashte geallieerde piloten. Hun missie was om contact te maken met neergestorte geallieerde piloten, om als radio-operators te dienen en om contact te leggen met partizanen in verschillende Europese landen. De vrijwilligers hoopten ook Joden te redden die toen door de Duitsers werden vermoord en hen misschien te helpen een manier te vinden om Palestina te bereiken. De Italiaanse Jood Enzo Serini en de Hongaar Jona Rosen die begonnen met het organiseren van deze missie. Net als bij andere zionistische militante organisaties zoals de Haganah en de Palmach waren ook vrouwen welkom en zo voegden de Slovaakse Aviva Rijk en de Hongaarse Hanna Zenes zich bij de gelederen. Eerst waren er zo'n 250 vrijwilligers, 110 werden getraind en na de training waren er nog 37 over. De Britten hadden plannen om hen in Joegoslavië te droppen. Ze konden contact maken met de verzetstrijders, de partizanen van Jozef Broz Tito. Alleen de vrijwilligers vonden dit te gevaarlijk. De partizanen hadden maar weinig controle over het gebied en om alle parachutisten in één gebied los te laten was gewoon te gevaarlijk. De vrijwilligers kwamen daarom met het plan om verschillende teams in verschillende landen te droppen, zoals organisator Serini schreef. Het is de kortste route en dus de juiste. Zelfs als het gevaarlijk is, kunnen we met verbeeldingskracht en durf
de vijand verrassen. In maart 1944 begonnen de droppingen. De vrijwilligers werden in 6 Europese landen gedropt. 9 in Roemenië, 3 in Hongarije, 5 in Slowakije, 10 in Joegoslavië, 3 in Italië en 2 in Bulgarije. De meeste werden gedropt in landen waar ze vandaan kwamen, dus waar ze de lokale taal spraken. En 5 anderen die wisten de landen te bereiken over land. De Hongaarse Hanna Zenes zou in Joegoslavië worden gedropt en haar plan was om vanuit Joegoslavië naar Hongarije af te reizen. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest waren haar moeder en broer aanwezig. Maar ze kregen een flinke tegenslag te voortduren, want Hongarije stond aan de kant van de Duitsers. Maar de Joden in Hongarije waren nog relatief veilig. Tot maart 1944, want toen bezetten de Duitsers ook Hongarije. Dat had te maken met het feit dat de Duitsers vreesden dat de Hongaren wellicht wilden stoppen met het strijden aan de Duitse zijde en wellicht wilden overlopen naar de geallieerde kant. De Duitsers stonden dat niet toe en bezetten dus het land. Een parachutist schreef over de gemoedstoestand het volgende. Onze hoop op het organiseren van ontsnapping en zelfverdediging voor de nazi-invasie was vervlogen. Nu zouden we onder het nazi-bewind moeten opereren. Niettemin gingen de droppingen toch van start. Zenes werd met haar team losgelaten boven Joegoslavië. Na haar landing zocht ze contact met de verzetstrijders, de partizanen. Daar heeft ze meerdere maanden bij doorgebracht en is toen te voet naar Hongarije gegaan. 2 van haar kameraden zijn afgehaakt, die vonden het te gevaarlijk en Zenes die stak de grens over naar Hongarije. Helaas werd zij door Hongaarse grenswachten gearresteerd en zij vonden een Britse radio in haar bepakking. Een verschrikkelijke toekomst stond haar te wachten. Ze werd meegenomen naar een cel, vastgebonden op een stoel en 3 dagen gemarteld. De bewakers wilden weten welke code zij gebruikte om met de Britse radio haar kameraden te contacteren. Maar ze weigerde deze code te geven. In oktober verscheen ze voor een Hongaarse rechter. En op 7 november 1944 werd ze ter dood veroordeeld en stierf voor het vuurpeloton. Zenes was ook een dichteres en haar verhaal heeft ervoor gezorgd dat haar gedichten veel internationale aandacht hebben gekregen na de oorlog. Dan had je ook nog de Slowaakse Haviva Rijk. Zij was in 1939 geëmigreerd naar Palestina en voegde zich bij de SOE, de Special Operations Executive. En dat was de Britse geheime dienst die operaties ondernam achter de Duitse linies. In september 1944 werd ze naar Slowakije gestuurd. Op dat moment waren de Slowaken in opstand gekomen tegen hun eigen fascistische regering. Rijk en anderen hielpen gecrashte geallieerde piloten in veiligheid en probeerden een route op te zetten om Joodse kinderen te laten ontsnappen naar Palestina. In oktober 1944 werd ze opgepakt door Oekraïense collaborateurs en samen met 1000 anderen vermoord in de slachting bij Kremitschka. Die werd uitgevoerd door fascistische Slowaken en de Duitse Einsatzgroepen in de nasleep van de mislukte Slowaakse opstand. 2 van haar kameraden stierven in concentratiekampen. Eentje wist te ontsnappen en voegde zich bij de Sovjet-partizanen. Na de oorlog werden de overblijfselen van Rijk overgebracht van het Slowaakse massagraf naar de nieuwe staat Israël. 5 parachutisten vochten mee in de Slowaakse opstand. 10 vochten aan de zijde van Tito's partizanen in Joegoslavië. De Duitsers wisten er 12 op te pakken en hebben er 7 geëxecuteerd, waaronder Zenes en Rijk. In Roemenië hadden parachutisten meer succes. En ook in andere gebieden wisten sommige parachutisten het uit te zingen totdat de geallieerden hen kwamen ontzetten. In 2013 overleed op 95-jarige leeftijd de laatste vrijwilliger, Surika Braverman. En zij had altijd gezegd: je moet begrijpen dat we niet naar Europa zijn gegaan om het Derde Rijk omver te werpen. Wij zagen onszelf niet als helden. We wilden naar de Joden van Europa gaan en zeggen dat we waren gekomen om te helpen. Als je meer wilt weten over de geschiedenis van de Joden, dan heb ik hier een aantal interessante video's voor je. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.